ja, hier wil ik er ook echt, nu ook, zou ik er zo weer op willen pakken en in mijn armen willen nemen. Fotografe Margie Geerlings werd een deel van de familie Borst toen ze de afgelopen 4 jaar de dementerende Joke Borst volgde. Zoon Hugo Borst schreef er elke week over in de krant en Margie maakte er de foto's bij. Een selectie van haar foto's is vanaf zaterdag te zien in het Stedelijk Museum Schiedam. Dit is het moment dat ze haar huis achter moest laten, haar zelfstandigheid. Dat we samen in de auto zouden vertrekken naar het verzorgingstehuis. En hier sloeg ze letterlijk de handen voor haar gezicht. Ze verborg voor ons even haar verdriet en haar schaamte. Dat kon ze toen nog. Op een gegeven moment kunnen ouderen niet meer zo goed verdragen dat ze kleding over zich aankrijgen. En dat laat ik in deze twee foto's zien. Maar ook de aaibaarheid. Weet je, ze wordt zo... Ik vind het zo'n aandoenlijk beeld. En hoe ze dan met die voetjes, als een heel klein meisje over het bed heen hangt en die voetjes zo beweegt. Deze drie beelden, die vertellen zoveel, omdat wij dan echt dachten, ook als ik dan zo'n foto doorstuurde aan Hugo, van wat denkt ze hier? Want ze lijkt toch nog heel bewust na te denken, terwijl wij natuurlijk iedere keer er bovenop zaten en zagen dat ze totaal verward was. Toen ze net overleden was, haar handen die hebben zoveel betekend in al mijn beelden. Dus ik zei ook tegen Carina, Hugo's vrouw, die was bij mij van ik moet haar handen fotograferen als laatste portret. Weet je wel, dat vond ik ook een portret. We hoeven niet alles te laten zien, maar dat vertelt al heel veel. Afscheid nemen en zorgen, vooral natuurlijk de laatste jaren is mantelzorg erg weer een ding geworden omdat wij allemaal werken, de samenleving verandert. Ik denk dat het echt een hedendaagse tentoonstelling is die heel erg bij deze tijd past.